Ik ben Tirza Monster en ik zat in de broedgroep Dort Vooruit, waarbij we ons gebogen hebben over werkgelegenheid. En ons idee heet Drecht Valley. En met Drecht Valley, denk aan een soort van Silicon Valley, willen we een toekomstbestendige regio realiseren. En vanuit concrete vraagstukken van bijvoorbeeld ondernemers, burgers, onderwijsinstellingen of overheid, in samenwerking met start-ups, dus vernieuwende jonge bedrijfjes, wordt er gewerkt aan concrete oplossingen. Op het snijvlak van enerzijds techniek, dus denk bijvoorbeeld aan robots, drones, smart technology en duurzaamheid. Dus bijvoorbeeld circulaire economie en duurzame energie. En het doel is dus om werkgelegenheid te creëren, dus voor zowel laag als hoog opgeleide. En de innovatiekracht van de Drechtsteden te versterken. En misschien kan ik het handigste uitleggen aan de hand van een concreet voorbeeld. Denk bijvoorbeeld dat een zorgverlener een behoefte heeft aan een gespecialiseerde prothese. Die vraag komt dan binnen bij Drecht Valley en dan wordt er gekeken van welke partijen kunnen daar het beste wat mee. En dan blijkt dat er bijvoorbeeld een 3D-specialist is die een prothese op maat helemaal kan maken. Maar ook bijvoorbeeld een partij die een technologie kan ontwikkelen waarbij de prothese door de hersenen aangestuurd kan worden. En een ontwerper die er een mooi design van kan maken. En daarbuiten wordt ook nog gekeken naar externe samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld een Drechtwerk die de mensen aanlevert die uiteindelijk de productie kunnen doen. Een bedrijf die bijvoorbeeld een reststof afvalstroom heeft die weer als inkt gebruikt kan worden voor die 3D-printer. En bijvoorbeeld het Albert Schweitzer ziekenhuis die een prototype kan testen in de praktijk. Dus dan komen probleemstellingen, ontwerp, een testfase en uiteindelijk de toepassing in de praktijk van de innovatie komen allemaal bij elkaar.